John Dekker bekijkt de zaken vanuit het achterveld als we de rechte lijn in zijn gekomen. Straks bij het passeren van de finish nog een volle ronde te gaan. Met nog altijd Dirk die het veld op sleeptouw heeft. Dirk een lengte voorsprong. Kiss and Ride op de tweede plaats. Enkele lengte daarachter volgt dan Heine Attack. En die wordt dan weer gevolgd door Jamie Fox. En zo gaat een select gezelschap de laatste ronde in. Met nog altijd aan de kop diezelfde Dirk. Dirk gaat ze de coolboxbocht invoeren. Op de tweede plaats Kiss and Ride. En daarachter volgt dan Heine Attack en wat verder weg Jamie Fox. Deelnemers zijn voor de laatste maal aan de overzijde van de baan. Geen verandering in de volgorde. Tempo ligt aardig. Met nog altijd die Dirk die een lengtevoorsprong heeft op Kiss and Ride. En daar komt herhaling dan op de derde plaats Heine Attack wat dichter bij de twee koplopers. En ook Jamie Fox die gaat de aansluiting bewerkstelligen. En zo hebben we vier paarden in de ganse pas, maar redelijk dicht bij elkaar. Als we de laatste bocht gaan opzoeken met nog altijd die Dirk de leider. Dirk, Kiss and Ride op de tweede plaats. Maar Stal Albers die komt dan weer op volle oorlogsterkte de twee deelnemers tegemoet. En zo gaan we dan middels een kat-en-muisspel de laatste rechte lijn opzoeken. En daar komt aan de buitenzijde Kiss and Ride. Dennis Minema blijft niet wachten op wat er gaat gebeuren vanuit het achterveld. Dirk op de tweede plaats. Kiss and Ride leidt. Dirk tweede. Maar daar komt Jamie Fox aan de buitenzijde. En die wordt dan gevolgd door Heine Attack. En zo zijn we dan in de laatste meters met Kiss and Ride die leidt. Kiss and Ride die heeft duidelijk dan de leiding en gaat de overwinning grijpen. Kiss and Ride. Dirk komt terug. Die gaat naar de tweede plaats. Dan Jamie Fox. De nummer 7 Heine Attack door het stek. En daarachter volgt nog een uitgeschakeld paard. En de voorlopige winnaar, paard nummer 2, Kiss and Ride en Dennis Minema zijn op weg naar de huldiging. En op dit moment kijkt het comité nog naar de beelden. En dat zou al de derde overwinning op rij zijn voor de gele Canaries na Mistral Ricardo. Na Megan Flevo draagt Kiss and Ride ook de buis van de gele Canaries. En die werd dit keer om de schouders van Dennis Minema. Kiss and Ride, een 6-jarige bruine ruin van Musselmas uit Zioleta D. Gefokt door de Himia BV in eigendom dus van de gele Canaries. Trainer Bas Krebas, vroeger hier actief op de baan van Emmeloord. En de rijder Dennis Minema. We wachten op dit moment nog het oordeel van het comité af. En we gaan de festival even bijpraten met Dennis. Martin, als je nieuws hebt, kom er gerust maar door. Dennis, hij is weer terug in vorm. Ja, gelukkig wel. Ja, het blijft een fijn paard. En het laatste paar keer was hij wat minder scherp. We hebben van de week al eventjes wakker gemaakt en dat betaalt zich uit. Super gedaan. Vorig jaar had hij ook een paar koersen nodig voordat hij weer echt in zijn vorm kwam. Ja, klopt. En dat dit jaar precies hetzelfde. En de koers was natuurlijk ook niet in zijn nadeel. Hij kreeg hem natuurlijk mooi en... de goede paarden die sprongen, dus dat was mijn geluk. Ja, het was een rommelige startfase, maar jij had nergens last van. Jawel, want ik spring ook nog, want hij is behoorlijk gebrand. Hij was het voorrij al heel erg gebrand. Dus, maar hij voelt zich goed en hij stapt er zo overheen. Super. Officieel. Dankjewel. Er wordt inderdaad officieel gegeven en daar kunnen we de alle gele Canarie-eigenaren feliciteren. De foto's zijn al gemaakt en het applaus is voor Kiss and Ride en Dennis Minema.